Een hele goede middag. Het is vandaag zonnig, de 26e. Vastelof is zonnig op Boekoel. En ik wil u graag begeleiden door de optocht hier. En zo'n optocht beloven te weren. Het geeft zich over 23 items. Dus het is niet niks voor een dorp als de Boekoel hier op het Kwekkerd Riek. Een klein sfeerimpressie ziet je nu al. Straks zal je metmaken. Zijn er voor op een andere plek. En kunnen voor u zo'n verslaan van het verloop van deze optocht. Ik wens u vanaf deze plek heel veel plezier hier op de Boekoel. Daar ben ik weer. We zijn nu op locatie. En de optocht is inmiddels begonnen. We zijn zo de eerste deelnummer aankomen. De Boekoel is het zo geregeld dat de eerste deelnummer vertrekt aan de achterkant en loopt neven de optocht op. Zodat ze allemaal de gelegenheid krijgen om elkaar ook te zien. Dat doen ze nu al een paar jaar en dat is best wel een succes. Zodat ze inderdaad elkaar gewoon goed kunnen zien. Verdraaien eens even naar de richting van waar ze vanaf komen en dan kijken we eens wat het gaat worden. De eerste die voorbij komt, dat is een duo. Dat zijn er twee die al verschillende keren met hebben gedaan. Dit jaar lopen ze voor de vierde keer met. Jacques Chatterie, Bert Bekkers. Ja, en verzinnen het alle. Het is natuurlijk wel een heel actueel onderwerp. America First is het eerste wat verlezen hier vooraan. En Boekoel Second achteraan. Ja, dat is wel een goeie. Dus er werd wel degelijk een vergelijking doorgetrokken naar Amerika. En er tussendoor een leiding, dus we hebben beide letterlijk, maar ook figuurlijk, de leiding. Groep 2 is de Harmonie. Nee, de Balder Belbus. Ik vergeet me. Sleet natuurlijk maar op één ding, want wat is er gebeurd? De busdienst van de Boekoel is verdwenen. Daar is natuurlijk, nemen ze het met eens. En heel terecht werd er hier in de optocht natuurlijk aandacht aan besteed. En hier werd natuurlijk een schoon gelegenheid gebouwd om toch nog een keer met de balder of met de bus ergens heen te gaan. En ondertussen horen we natuurlijk die klanken van de derde groep en dat is de Harmonie. De Harmonie die een klein beetje onderbezet is. Maar dat komt maar door één ding, dat is namelijk heel veel leden van die Harmonie doen elders in deze optocht met. En dat is natuurlijk een bijzonder goeie rijden om niet mee te doen. Maar ze zijn gelukkig met man zat. En het geluid wat gehoord is van wat kinderdangers zijn, Boekoel Ozoshoon. En dan op de loop weer, het eerste gaat van 50 meter is achter de rug. Mensen komen erbij, bij deze Sean Harmonie. Maak het met, dat staat op de vaan. Ja, leerlingen kennen ze natuurlijk altijd gebruiken. Alhoewel ik weet dat er best veel leerlingen in opleiding zijn. En daar is wij de Pierre van Deur, al eeuwig lid van de Harmonie. Pierre overigens, die engagé is met de Seffenbuggenum eremedaille. Door de vastelovingsvereniging om de zoveel tijd een exemplaar van werd uitgereikt aan mensen die veel betekend hebben voor de Boekoel. En dat kent ze van Pierre Ongeranger zeggen. Inmiddels hebben bijvoorbeeld Piet Maassen, Huub Roens, de Frits Eggels en Bert Rutte deze medaille ook al gekregen. En dik verdiend, moet ik zeggen. Dit trio bestaat uit Thijs Tisse, Guido Vincent en Ton Simons in de vriendengroep. Als trio doen die
Verleer Smit, helaas zijn ze al voorbij. Maar die jongens hebben echt een sterke band gezocht, de banden liggen. Zelfs de kleier hoor van plekband. En Thijs Tissen, de hoor, Furgeur de Prins. De eerste jeugdprins van de Kwekertje. Van de Kulkepjes, weet je zeker van Waterplaats. Van de Kulkepjes, 64 plus, de eerste. Volgende groep, alweer nummer 6. Dit is de Ra. En die hebben een eigen spreker bij zich. Ik probeer door de rij te kallen. Ze noemen zichzelf de Royalties van de Boekoel. En dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk niet waarom, maar daarom. Op de foto's. Thijs, vorig jaar. Prinsje op de Boekoel. En prinses Dana, prinses van de Hoeskwakers. Nou, zo doet het hier vandaag, handje waar even, kom maar op. Tijdig gebeuren. Ah, meid, je doet dat met twee paar bio's. Kilo moord, grote moord. En die joh. Super! Maar dat scheidt zich niet alleen om die twee. Want er worden op haar best wel meer prinsen. Bijvoorbeeld Mark Peters. Een 83 jeugdprins. Samen met mij overigens, want die gewoon 83 prins. Maar ook. En de leppie bij de groep erbij, Fred Bontje, die in 1965 jeugdprins was en wel de eerste jeugdprins. Dus die kunt best wel get vanaf van die raar. Jo van de raar bijvoorbeeld, woont niet meer op een raar, maar is wel op een raar prins geworden. Pieter Cox van de Boekel, maar woont nu op een raar. Dus qua prinsen, niet verkeerd. Een categoriewagen. Onderwerp, de tiet, vlug, wie hop. Het is gewoon motto. Een beetje gerelateerd natuurlijk aan zwamen die als motto hebben voor gewoon wie hop. Dus hij doet in de vriendengroep van, ik noem een paar namen, Marcel Beurskes, Axel Keerberg, Paul Sonnemans, Leon Hendricks, Dave Keerberg, Frank Hilkes. En de tijd vlucht natuurlijk op van alles. Die steekt bijvoorbeeld 3x11, 6x11. Maar ja, de boerenbroerloop is dit jaar 3x11. Hopslokkers, 6x11. De Mulders, 2x11. De Hoeskwakers, 1x11. En ons kwekertepolice, niet te vergeten, 5x11. En die zijn de vlag in de top. Dat zijn natuurlijk de kwekerten, want die bestaan er langs. Die zijn de 66 al royaal gepasseerd. En voor Steven de Hel op de 77 aan. Schone groep. En dan van Einzelganger. Sjoerd van Deur. Politicus van de Boekel. Dit is Liestrekker. Zin ik van Lies Vastelovind. En ik heb Gert van zijn programma gelezen, want hij heeft een paar schoon items, bijvoorbeeld het Beermoed voor niks, Boekel hoofdstad van de Vastelovind en vooral 365 dagen Vastelovind. Schoon item. Het gaat snel, alweer in de wagen, nummer 9 alle. In een hele jonge groep. En we zijn in alle categorie Wilje Westen. Natuurlijk bedacht. Vanmorgenavond. Als hier het bal is in het thema Wilje West. Een echte vriendje groep. Ik noem een paar namen. Nick Bertjes, Gijs van Heur, Brian Peters, Danny Fennix. Jannik van den Broek, Jolo Mott, Sam Willems, Jesse Meeuwissen en meer weet er even niet. Wat dan was dit?
Ja. Ook weer een grote groep. Er zijn een man of 13, heb ik me laten vertellen. Ze zijn allemaal van de beneden Boekoel. Dus daar zijn ze nu. Kunnen ze zich toesvullen. Ik noem een paar namen. Raymond de Blanche. Parlevliet. Marcus en Suzanne Heese. Rodney en Petra. Esther en René. Allemaal van de beneden Boekoel. En uiteraard... Dat ken je. Want we hebben over de kieswijzer. Vandaar de wijzer op die plaat natuurlijk. En een rat van fortuin natuurlijk. Hè. Dat is een beetje gokken natuurlijk met de verkiezingen hier in dit land. En onze jeugdprins komt voorbij. Prins Jano de Eerste. Vergezeld natuurlijk door de Raad van Elf en de Garde. Samen met Vorst Nick. En Vorst Nick, dat was natuurlijk vorig jaar prins. Maar Jano deed er echt plezier in. Ja, nu overigens zoon van aardprins Gordon, die in 2004 de grote prins wordt op de Boekel. En Nick, de vorige prins wordt, is zoon van Marcel en die wordt een 98 prins. De Joonse carnaval, cameraman, kijk. Ik kon het net lezen. Het duo, Paul en Marleen Schobbe, doen dit jaar... Voor de 22e keer met proficiat, jongens. Voor de 22e keer door Tenbrands FNO. En als onderwerp hebben ze natuurlijk publieksjury. En dat is natuurlijk een beetje het op de hak nummer van een feitje wat de vorig jaar gemaakt is, waardoor ze de uitslag van de optocht achteraf hebben bij moeten stellen. En dat moet natuurlijk kunnen op zo'n dag. En inmiddels de tonen van Joekskapel, kijk maar. Die kom ik hier op de Boekel. En onderwerp van haar, Schriek toch. Met de R daartussen van prins Schriek, natuurlijk in Zwamen. Schriek van voets. En ze hopen dat Zwamen steeds te kijken en ze hebben geluk. Want ze zijn er nu 10 meter vanaf. Van Zwamen staat hier bij het kapelke op de Boekel te kijken naar de optocht. Zo net ze hier zijn. En ze komen hier naar de Boekel. Ze hebben letterlijk dingen meegezakt. Hier op de Boekel is het te doen. Dat is het schon, dat zeggen ze echt zelf. Dus die gaan voor dukkers heen en er zijn ook wel dukkers hier geweest. Hartstikke bedankt, kijk maar. En kijk maar, trek verder. En alweer een IJsselganger is in zich. Ook weer een deelnummer die al jaren met uit. Al de 14e keer als IJsselganger.
En daarvoor deed hij ook met groepen, Mongehangen, de voetbalclub. Al jaren met Tij Klaassen heet dat. En alweer een thema natuurlijk, wat op ons uitvallen van de bus slijt. Nu de OV-shuttle te bestellen bij Arriva. En de volgende groep is een aantocht. Voor op het achter staat het al, de Hoeskwakers met prinses Dana. Zijn eigenlijk zijn net voorbij gekomen met de groep van de Raal. Zo omdat ze dat toch gedaan hebben. De Hoeskwakers, wat ik net al zag, die dit jaar 11 jaar bestaan. Prinses Dana is de 11e prinses. Dus deze Donald met vanavond 2006. En toen met als eerste prins Rick Ritsen. Nummer 16 is alweer een aantocht. Een duo bestaande uit Ruud van Buggenen en Marco Sampers. Twee Euvelburen. Ze noemen zichzelf de Euvelteuten. Ja, die kwartje gaat af, die twee. Euver en weer aan de weg. En hebben als onderwerp toch ook weer een beetje dat Amerikaanse. Hè? Het protest voor willen geen moer. Dat zit natuurlijk op die moer in. Wat onze heer Trump in Mexico wil gaan bouwen. De onzin. En ze delen Chili uit. Ze delen Chili uit. Dat is natuurlijk weer een boete langs de recht. En geen moer. Achter op het kerkje natuurlijk. Hè. Helemaal duidelijk. Zeventien. Alweer een grote groep, nummer 17. En een man of 8. Ik noem maar even de groep van Kevin en Irmgard. Ook van de meneer de Boekel trouwens. Donald met vanaf 1997. Althans de meeste ervan. Hè. En ook die hebben weer een leiding in de hein. En als onderwerp voor hebben de leiding. Een gewild onderwerp dit jaar, moet ik zeggen. En terecht. En dan komen we weer een deel nummer aan met een wagen die ook al jaren met uit. Al tjoemelend zitten voor de juiste toon. Nou, dat kennen jullie wel. Ja, dat zijn ook tonen. Ook in de vriendengroep is dit. We hebben elk jaar een prachtige wagen. Overigens, vorig jaar hadden ze een draak en dan zijn ze in Zwamen met gewonnen. Goed bezig, jongens. Ben zin in ieder geval. Ik zie Chris van Deur. Dat is overigens een muzikant. Dus, Koen Linsen zie ik. Roy, Jeffrey, Ralf, Dirk. Een echte vriendengroep. Ze zijn altijd erbij. Hè. En zo te zien krijgen ze maar net de draaien. Maar net. Overigens,
van deze groep sterrenflikkers zijn 80% ooit jeugdprins geweest. Echte carnavalisten dus. En dan hebben we weer een... Pak ze eerst. Oh, oh. We hebben hier een duo. Ballettent. Vrouwlui met ballen. Mogen we gaan doen? Het liggen alsjeblieft. Ja? Ja, dat moet de vrouw hebben. Vrouwlui met ballen. En blijf. Liggen we goed. Ja, die kerels zijn altijd dat ze de boeken zijn hebben, dus ze hebben weer die ballen. Gelijk heb ik al, gelijk heb ik al. En nog een stel vriendinnen. Dikke vriendinnen wel te verstaan. Ja. Ook in de vriendengroep. Wat komt nu langs? Nee, één pan los, maar een gans dak. Marley van der Roos, ik heb voor het ook eerder jaar door bieën. Het heeft dan daar de gans dak los. Want voor mij zo geen vrienden al met het kerkje over de boeken lopen. Ik heb een deze machine. Oh, dat is wel weer een hondje. Zo, weer twee dames van beneden de boekel. Ik ga ze even aan, een momentje. Hallo. Vertel eens. We hebben lente op de kop. Hallo. Deze dames hebben de smaak te pakken. Want ik weet van het afgelopen vrolijkspectakel dat Aneta gewonnen heeft als best verkleedje. Ze zijn echt goed bezig gelopen. Als ik goed geïnformeerd heb, deed hij over de derde keer met een optocht. Zo. En dan moet er van de kant. We zijn alweer gekomen aan het einde van de optocht. Prins Jules zit bovenop. Met zijn atjes, Dominique en Bob. Die normaal, overigens, Dominique en Bob, die normaal lid zijn van de sterrenflikkers. Dus de ontbroken twee man die heel terecht op een andere plek stonden vandaag in optocht. Prachtig trio, die drie. En Bob, met Jules, dat zijn twee broers. En hun vader Koos was in, als ik me niet vergis, 2004 prins. Dus ook tegen moet een nest van carnaval. Es fiel die Sonne Sturm, dann lohnt der Petrus-Sturm. Es fiel die Sonne Sturm, dann lohnt der Petrus-Sturm. Es fiel ja. Nou, dat waren het, hè? 23 items. Het ging erg vlot. Weinig gaten erin, moet ik zeggen. Het ging goed. En langzaam maar zeker zullen de mensen zich ook weer gaan verplaatsen van dit gezellig stukje boekel hier bij het kapelke naar een ander puntje waar de optocht ook wel langskomt. Ik hoop
dat je genoten hebt van de optocht van 2017. En wat mij betreft, allemaal nog een hele schone vaste lovings. Dankjewel. Dank je wel.